Hallo beste kijkers, Zakka hier dat spreekt. Het is al een tijdje geleden dat ik geen video's meer heb gemaakt met Zakkie. De tijd vliegt als je je amuseert. Ik zal jullie ook vertellen waarom hij zo lang weg is geweest. En dit is 100% de waarheid. Het is eigenlijk heel simpel. Zakkie heeft 8 maanden geleden zijn ware liefde gevonden. En hij is getrouwd. Ik heb zelf een foto met Zakkie en zijn vrouw. Oké, nu ga ik de waarheid vertellen. Sorry, het was maar een klein leugentje, sorry. Nu de waarheid. Het begon eigenlijk 8 maanden geleden. Ik was rustig met Zakkie PlayStation aan het spelen. Toen plotseling Zakkie ontvoerd werd door mijn broer. Ik deed echt mijn best om hem tegen te houden. Nee, maar het lukte niet. En ik heb echt geen idee waar ik mijn broer kan terugvinden die met mij een kamer deelt. Dit is sarcasme. En nu, 8 maanden later, heb ik hem teruggevonden. Hij zat de hele tijd in mijn kast. En ging zelf af en toe eten halen uit de koelkast. Bonjour. Hij voelde zichzelf beter in onze huis dan in zijn vuilnisbak. In zijn huis bedoel ik. Zakkie zat dus 8 maanden in mijn kast. Pff, wie hou ik nu weer voor de gek? Ik zal nu de waarheid vertellen. Ik zweer het. 8 maanden geleden werd Zakkie gevraagd om in een film te spelen. En niet zomaar een film. De film was Barry Hutter. The Return of Mordeball. En hij kreeg de rol van Mordeball. Aangezien hij er toch op leek. En na 8 maanden filmen is hij eindelijk teruggekeerd. Jongen, wie gelooft er nu dit verhaal? Hij had de rol van Mordeval niet gekregen. Hij was de Marokkaan die als eerste stierf in de film. Dat was hij. Oké. Geen leugens meer. Nu mag je er zeker van zijn dat ik de waarheid vertel. Zakkie is Iron Man. I'm on my way. Oké, dat was maar een mopje. Nu de echte waarheid. Ik had 8 maanden geleden een weddenschap aangegaan met Zakkie. De weddenschap was om ter langs te slapen. En hij slaapt nog. Zakkie, waar ben ik? Je hebt gewonnen. Oké, nu de echte waarheid. Het is eigenlijk heel simpel. Er komt een tijd in uw leven waar we allebei onze eigen weg volgen. Indeed. Dat al die tijd dat ik hier niet was met Zakka op de clipjes, dat is omdat ik het heel druk heb in mijn leven. Ik heb een eigen project, ik heb een eigen toekomst ook. Dit wil ik behalen natuurlijk. Zal Zakkie geen video's meer met mij maken, hoor ik jullie zeggen. Tuurlijk wel. Ah, yes. Tuurlijk wel. Maar je gaat die gewoon veel minder zien als vroeger. Maar we maken nog steeds samen video's, maar wel veel minder. En oh, by the way, mensen moeten stoppen dat ik en Zakkie ruzie hebben, terwijl dat helemaal niet zo is. Alsjeblieft, hou jullie bakjes als jullie niet weten wat. Oh, die bakjes toe, van te klagen! Hack! Voilà, dit was het dan, beste kijkers. Bedankt voor jullie aandacht. Bedankt voor jullie attentie! En just smile. Peace! And love.